Langzaam maar zeker wordt het OLS-terrein ontmanteld. Het grote feest zit erop en op de tweede dag worden minder bezoekers verwacht. Het opruimen is dus al begonnen. Alles op het terrein herinnert aan zondag, toen tienduizenden mensen in Meijel waren. Tegelijkertijd vinden de voorbereidingen plaats voor zaterdag, het kavelen. Dit zijn allemaal van afgelopen zondag degenen die uitgeschakeld zijn. Hè. Anders waren ze helemaal leeg en hier staan nog punten aan. Het ging flink te kieren zonnig, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Ja. Te veel in één keer, dat is niet goed. Het was een slagveld met uiteindelijk 24 schutterijen die over zijn gebleven en strijden om de winst. Geen schutterijen uit Pelemaas of Bezel, wel één uit Venray. We hebben vandaag de punten opgezet voor volgende week zaterdag de kaveling plus de heel nummerke strafkaal van Darken. Dus alles staat klaar weer voor zaterdag te beginnen. 24 stuks hebben we opgezet. Eén kant dikke, ene kant kleine punten. Ja, iedere schutterij krijgt een aparte boom. Eén kant hebben ze vier rondes voor dikte af te schieten. En dan nog aan de andere kant vier rondes kleine. En wie er dan nog in zit, die scoort bij de OLA's organiseer. Wat goed je nou met dit doen? Opruimen. Dat moet weer in de container. Naar de volgende. Dit wordt dan wel weer geboekt voor volgende OLA? Die wordt weer allemaal opnieuw blokjes aangedaan. Dat mogen ze zelf doen, hè? Nieuwe blokjes erop. Ja, dat moesten door. Wij ook doen, hè? Ja. En wat tip je als winnaar? Nou, ik denk Herkenbos of Venray. Venray, dat vind ik ook wel goed. Venray is ook een goeie. Ja. Waar vorig jaar tweede, hè? Ja. Venray. Ja. Nu gaan we naar huis. Dan kom ik eerst maandag terug, maar ik kon een paar dagen op vakantie. Hij mist de finale dag, hoewel alles is te volgen op PNM. Vanaf 9 uur zijn we op Radio Live en vanaf 10 uur is alles op televisie te volgen.